Het is een mooie dag vandaag. En dat is niet alleen omdat we in Delft zijn, maar ook omdat Canon ons twee nieuwe camera's en twee nieuwe lenzen heeft gestuurd om vandaag mee te spelen. Canon heeft namelijk twee nieuwe APS-C koningen gestuurd in combinatie met twee kitlenzen. Het gaat om de Canon EOS R7 en R10 en twee kit zoomlenzen. Dit zijn de RFS 1845 f4.5 tot 6.3 IS STM en de RFS 1850mm 3.5 6.3 IS STM. Het zijn de eerste APS-C camera's in het EOS R-gamma van Canon. APS-C sensoren zijn kleiner dan full frame en hebben daardoor ook heel wat voordelen voor gebruikers. 1,6 keer cropfactor, waardoor je onderwerpen dichterbij haalt, compactere behuizing en de prijs. De Canon EOS R10 komt in de markt dus aan als krachtige allrounder en de Canon EOS R7 doet er nog een flinke schep bovenop met een aantal handige features. De EOS R7 is daardoor nog meer geschikt voor de enthousiaste amateur en is dé ultieme APS-C camera in het EOS R-segment. Dankzij de APS-C sensoren in deze camera's zijn ze lekker licht en compact en kun je ze meenemen waar je ook naartoe gaat. Een echte allrounder dus. En dat is niet alleen op dit gebied. Op welke gebieden dat nog meer is, dat laat ik je zo zien. Ook de lenzen hebben een goede eerste indruk achtergelaten en volgens mij kun je ze voor veel verschillende shoots gebruiken. Dus laten we er niet lang omheen draaien en op pad gaan met dit viertal. Met de EOS R-lijn is Canon bezig om zich te verplaatsen van de DSLR-wereld naar de mirrorless-wereld. Een van de grote voordelen daarvan is dat de camera's een stuk compacter kunnen zijn, omdat er geen fysieke spiegel meer in de camera hoeft te zitten. Zo is de Canon R10 zeker een stuk lichter dan zijn spirituele voorganger, de 90D. Doen we het schuifje open van de Canon R10, dan zien we dat er een enkele UHS-II SD-kaart in de camera geprikt kan worden. Bij de R7 heb je net wat meer mogelijkheden. Hier kun je namelijk twee van diezelfde kaartjes tegelijkertijd instoppen. Verder hebben beide camera's een touchscreen schermpje die volledig is om te draaien. Dit is erg handig voor vlogs of voor andere video's waarin je jezelf filmt. Het touchscreen scherm van de R7 is net wat scherper dan het scherm van de R10, maar beide zijn erg goed af te lezen in bijvoorbeeld direct zonlicht. Ook de lenzen zijn lekker licht en compact. De 1845 weegt 130 gram en is ingeklapt 69 bij 44,3 meter dik. De 1850 is ook verbazingwekkend licht voor een telezoomlens. De weegschaal telt namelijk 300 gram. De 1845 en de 1850 lenzen hebben ook de nodige snufjes meegekregen. Zo is de fysieke stabilisatieknop namelijk verplaatst naar een softwareknop in de cameramenu. En hebben ze de bekende STM focusmotor. Hiermee kun je extra stil en extra snel focussen. Zoals ik eerder zei, zijn deze camera's op meerdere gebieden echte allrounders. Zo hebben ze met name flinke upgrades gekregen op het gebied van beeldkwaliteit en autofocus. De Canon EOS R10 heeft een 24 megapixel sensor en kan echt alle kanten op. Zo kun je bijvoorbeeld 23 foto's per seconde schieten dankzij de elektronische sluiter. Wil je de mechanische sluiter gebruiken, dan kan het natuurlijk ook, maar dan is dat met 15 beelden per seconde. Voor de meeste gebruikers zal dit ook echt genoeg zijn. Maar wil je toch net wat meer uit je camera willen persen, dan kun je ook gebruik maken van de 30 fps RAW Burst Mode functie. Hiermee kun je 30 RAW foto's per seconde schieten, je AF tracking behouden en heb je zelfs de halve seconde pre-recording optie waarmee de camera al opneemt voor je echt op de ontspanknop drukt. In RAW Burst Mode is er weliswaar een kleine krop op de R10. 3, 2, 1... Oh, dat is wel tof! Ja. De R7 heeft een 32,5 megapixel sensor en kan eigenlijk hetzelfde als de R10, maar nog net een beetje meer. Hij kan namelijk 30 beelden per seconde vastleggen zonder die krop. Ook de nieuwe lenzen van Canon zijn erg goed in het vastleggen van de bijzondere momenten. De nieuwe 1845mm lens kan namelijk optisch stabiliseren tot 4 stops en in combinatie met IBIS van een Canon camera kan het zelfs tot 6 stops. Bij de 1850 is het zelfs nog een stukje indrukwekkender. Deze lens heeft namelijk optische beeldstabilisatie tot 4,5 stop en zelfs 7 stops met ingebouwde stabilisatie van een camera. De 1845 zie ik voornamelijk gebruikt worden voor landschap- en portretfotografie. En de 1850 zal waarschijnlijk heel goed werken voor wildlife fotografie.
150 mm is namelijk in de full frame vertaling zo'n 240 mm. En dat is ideaal voor als je heel dichtbij wil komen terwijl je zelf ver weg staat. Een hybride camera is natuurlijk geen hybride camera als die niet ook een beetje video kan schieten. Nou, daar heb je bij deze camera geluk bij. Zowel de Canon R7 als de Canon R10 kunnen in 4K kwaliteit schieten. Dat kan zowel in 30 als in 60 frames per seconde. Houd er wel rekening mee dat de R10 een crop heeft als je 4K beelden wil vastleggen in 60 frames per seconde. Beide camera's maken trouwens gebruik van oversampling technologie om een nog beter 4K beeld te genereren. Met 60 frames per seconde kunnen beide camera's dus hele mooie slow-mo beelden schieten. Wil je net dat kleine beetje extra slow-mo, dan biedt de Canon R7 in Full HD tot 120 frames per seconde aan. Verder hebben beide camera's een HDR-PQ setting om zo net wat meer dynamisch bereik te hebben in je shots. Mocht je graag in een logprofiel willen schieten, dan kun je met de R7 beelden opnemen met het C-Log 3 kleurprofiel. Iets wat waarschijnlijk niemand meer verbaast is de kwaliteit van de autofocus van Canon camera's. Het DualPixel CMOS autofocus systeem is door meerdere professionals bekroond tot meest consistente en meest betrouwbare autofocus. Beide camera's hebben ook, als eerste APS-C camera's, de autofocuspagina in het menu overgenomen zoals bij high-end EOS R camera's. Bij de camera's kun je kiezen uit verschillende autofocus modi. Zo heb je bij de R10 bijvoorbeeld keus tussen volledig scherm en een deel van het scherm, maar ook subjectherkenning voor mensen, dieren en voertuigen. De R7 doet er nog een schepje bovenop met de optie om specifiek te kiezen voor hoofd, ogen en lichaam. Iets waar wij als videoteam erg vrolijk van worden is IBIS. En wij hebben goed nieuws voor jou. De Canon R7 beschikt namelijk over IBIS over 5 assen. Hierdoor kun je zelf zonder statief en zonder gimbal goede, stabiele shots maken. Als kers op de taart werkt de IBIS van de R7 erg goed samen met de optische stabilisatie die we vaak in Canon lenzen vinden, zoals in deze twee lenzen. De EOS R10 is daarentegen niet uitgerust met IBIS, maar kan terugvallen op optische beeldstabilisatie als die op je lens aanwezig is. Beide camera's hebben de nieuwe Multifunction Accessory Shoe bovenop en dat biedt de mogelijkheid om een flitser aan te sluiten, maar ook een microfoon, zoals de DM-E1 van Canon. Hiermee kan de microfoon stroom krijgen door middel van de accu van de camera. Met de R7 en R10 heeft Canon wat mij betreft een goed opstapje gezet voor mensen die willen kennismaken met een mirrorless camera, maar niet gelijk de hoofdprijs willen betalen. De camerabroeders zijn wat mij betreft ook een erg goede keus voor de allrounder die foto's en video's schiet of iemand die net de cropfactor zoekt van die APS-C sensor. De lenzen die ernaast zijn aangekondigd, de 1845 en 1850, zijn goede toevoegingen voor de enthousiaste hobbyist. Ze laten je namelijk kennismaken met wat de R-lijn allemaal in petto heeft. Dankzij de nieuwe enzelfde RF-vatting op zowel fullframe als de nieuwe APS-C camera's kan je de RF-lenzen op elke sensortype camera van het EOS R-systeem gebruiken. Ik denk dat de Canon R10 al genoeg is voor de meeste mensen, maar als je toch dat beetje extra wil, dan is de R7 ook een erg goede keuze. Zowel de R10 als de R7 zijn erg goede allround camera's en ik weet zeker dat deze erg succesvol gaan worden. Zo, dat was hem dan van de review van de Canon R10, de Canon R7 en de twee nieuwe kitlenzen. Vond je dit nou een leuke review? Geef dan een blauw duimpje omhoog, abonneer op het kanaal en dan zie ik je weer in een andere video.